Griekenland heeft een hele strategische ligging en misschien heeft dat Griekenland ook wel gered. Dat andere eurolanden beseften van we moeten niet ook nog meer gedonder over die munt hebben. Nu we met het vluchtelingenprobleem zitten en we Griekenland gewoon keihard nodig hebben. Om te beginnen had Syriza niet met alle andere Europese landen ruzie moeten gaan maken. Want als je als Griekenland afhankelijk bent van je schuldeisers, van je kredietverstrekkers, dan moet je natuurlijk op een of andere manier tot een akkoord zien te komen. Dan moet je niet echt confronterend beleid gaan voeren, zeggen wij willen wel in de club blijven, maar we trekken ons niks van de regels aan. Dan moet je ook niet met alle landen echt openlijk ruzie maken of ze uitdagen of eigenlijk minachtend met ze omgaan. En vooral moet je dan kijken naar wat is er echt nodig voor Griekenland, maar ook om in die eurozone te blijven. En dan zijn er natuurlijk een aantal economische hervormingen die ontzettend nodig zijn voor Griekenland. En die hadden ze meteen op tafel moeten leggen. Ik noem maar wat, aanpakken van de omvang van de strijdkrachten in Griekenland. Die geven het meeste uit aan defensie van alle eurolanden. Aanpakken van die beroemde scheepsmagnaten die belastingvrijstelling hebben in Griekenland. Aanpakken van de Grieks-Orthodoxe Kerk, de grootste grootgrondbezitter van het land. Pensioenen aanpassen. Bijvoorbeeld Griekenland heeft het hoogste pensioenuitgaven van Europa. Aanpakken van de belastingontwijking. Aanpakken van de vakbonden in de staatsbedrijven. Ga zo maar door. Dat hadden ze op tafel moeten leggen en dan was er ongetwijfeld veel eerder een akkoord bereikt. Griekenland heeft nu een schuld van het is iets van 170% van het bbp, dus veel te hoog. En het loopt waarschijnlijk de komende tijd alleen nog maar verder op. Het bekende noemereffect, want de economie krimpt nog een tijdje door. Het zal nog zeker niet hard gaan groeien, dus de schuldquote neemt toe. En daar moet iets aan gedaan worden. Maar ja, dat doe je niet door te gaan roepen, we willen de schuld nu kwijtgescholden krijgen, want dat gaat niet gebeuren. Je weet dat de Europese landen daar niet aan willen, Duitsland wil er niet aan, Nederland wil er niet aan. Nou, dan kun je het dus wel vergeten. Moet je iets anders verzinnen, namelijk uitsmeren van die schuld over een langere termijn. Nog wat lagere rente, langere aflossingsperiode, et cetera. Overigens, op het ogenblik betaalt Griekenland helemaal geen rente aan de Europese landen. Dus die roep om schuldkwijtschelding was eigenlijk een beetje onzin. Je had beter kunnen zeggen, we moeten onderhandelen over langere aflossingstermijnen of zo. Nou ja, dat zal ook wel gaan gebeuren. En dan, hoewel het nominale bedrag van de schuld gelijk blijft, is het feitelijke bedrag wat je aflost natuurlijk als je het over pakweg 50 jaar uitsmeert, wordt natuurlijk helemaal niks. Dus dat is de manier om dat te doen. En de Duitsers hebben er zelfs op aangedrongen van geef ze maar 5 jaar eurovakantie. Dat was eigenlijk een verkapte manier om ze uit de eurogroep te zetten. Maar het bizarre is, dat had nog veel meer schade opgeleverd. Zowel voor de eurolanden zelf, met alle verbintenissen natuurlijk die er tussen de financiële instellingen bestaan, maar vooral vanwege alle kredieten die er al verstrekt zijn en die je dan, die kon je dan wel afschrijven, die kon je dan wel vergeten dat er ooit nog wat van terug zou komen. Maar met name in Griekenland zelf zou het tot een drama hebben geleid, want terug naar de drachme had betekend een enorme devaluatie, oplopende inflatie, een overheid die geen geld heeft, dus geld moet gaan drukken en dan met alle gevolgen van dien. Dus het is ook niet zo verrassend dat de Griekse bevolking in grote meerderheid steeds voor blijven in de euro is geweest en gebleven, ondanks al die bezuinigingen, ondanks al die aanpassingen die ze zijn opgedrongen. In november heeft Griekenland dan eindelijk weer geld gekregen van de Europese Unie en daarmee is een eind gekomen aan een periode van nou pakweg 11 maanden waarin Griekenland echt langs de rand van de afgrond is gescheurd en bijna in het ravijn van de drachme is gevallen. Die periode heeft wel heel veel economische schade aangericht, maar Tsipras, premier Tsipras en Syriza, zijn partij, hebben uiteindelijk echt een U-bocht moeten maken om de boel toch weten te redden.